Als de politie arriveert bij de schuur achter het woonhuis in Baarn, draait de productie nog op volle toeren. Op grote schaal worden er ecstasypillen gemaakt. Het is een behoorlijk grote schuur. En in die schuur staat dus een grote hoeveelheid apparatuur en vloeistoffen om dus die ecstasy te maken. En het zag er allemaal erg professioneel uit. Omwonenden roken eerder een vreemde lucht en alarmeerden de politie. Die troffen de ecstasyfabriek aan, met de ramen afgeplakt. Nou, het mag natuurlijk niet zichtbaar zijn van de buitenkant. Dus het was zo weggewerkt dat je het niet zo 1, 2, 3 kon zien. Maar gelukkig hadden we dus wel die stankoverlast. En via die stankoverlast zijn we dus terechtgekomen bij deze ecstasylab. De politie kon de productielijn niet direct stilleggen. Dat is te gevaarlijk. Daarom is ook de brandweer gealarmeerd. Dat moet heel voorzichtig gebeuren. Je kan niet zomaar de stekker eruit trekken. Want dan zou je misschien vervelende chemische reacties kunnen krijgen. Dus eerst moet dat voorzichtig weer stap worden gezet. En dan zou er worden bekeken van hoe dit allemaal weg te halen hier. Hoeveel pillen er dagelijks van de band afkwamen, wordt nu onderzocht. Maar je praat hier over een behoorlijk geldbedrag wat hier nu door ons is in beslag genomen.